Het liefst rookte hij een sigaretje in zijn huis in Neerouteren. De hele dag stond de tv aan om zoveel mogelijk sport te kunnen kijken. Hij had Roda in zijn hart zitten en had het zwaar met de degradatie vorig jaar. Er is geen mentaliteit genoeg. Ik heb de beelden gezien tegen Twente, 3-0 verliezen. Ze lopen erbij van, ja, wat kan ons dat schelen? Nallinga, die zelf bekend stond om zijn kompelmentaliteit. Hij was het boegbeeld van Roda, waar hij 8 jaar speelde vanaf 1974. Nanninga ingekopt, goal. Nou, gaat u het nog eens even bekijken. Theo de Jong kreeg die bal op rechts. Struikelde aanvankelijk, gaf die bal toen toch nog voor. Hij was topscorer alle tijden bij Roda JC, maar werd bij het Nederlandse publiek pas echt bekend door zijn doelpunt in de WK-finale van 1978. René van den Kerkhof. En daar is dan het hoofd van Dick Nanninga. En het is 1-1. 1-1, 9 minuten voor tijd. Die kwam precies goed. Toen die bal kwam, wist ik dat hij erin ging. Ja, dat voel je. Nallinga maakte de gelijkmaker in de finale, maar de wedstrijd ging uiteindelijk met 3-1 verloren. Ik heb een pakje check gepakt en ik heb een sigaret gerookt. Verder weet ik het niet meer. Ik ben ook de enige die op de foto zit met een sigaret aan. Maar dat mocht ook nog vroeger. Na 8 seizoenen bij Roda JC met 107 doelpunten speelde hij nog 4 seizoenen bij MVV. En zo waar een kopbal! Dicky Nanninga die wordt omstuwd door MVV'ers. In 1986 beëindigde Nanninga zijn voetbalcarrière op 37-jarige leeftijd. In 2012 lag hij 5 maanden in coma nadat zijn linkerbeen was geamputeerd vanwege zijn suikerziekte. Tot 2 keer toe namen zijn kinderen toen de beslissing om hem kunstmatig in leven te houden. En aangezien ze toen nog niet konden zeggen of er dan hersenschade zou zijn of niet, hebben we toch maar besloten voor gewoon af te wachten. En gelukkig is hij ook wakker geworden. Maar de kinderen van mij, die konden mijn karakter. Die zeggen, laat pa maar liggen, die wordt wel weer wakker. Daar heeft hij karakter genoeg voor. En het is ook gebeurd, gelukkig. Nu, 3 jaar later, heeft de boomlange Nanninga, de man van beton, zijn laatste sigaretje gerookt. Nanninga is 66 jaar geworden.